dit is qua... Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In me ati, srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Una de Westra Naman Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In me ati, srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Welkom kijkers bij Kulturu TV en we zijn hier in de Kennedy Stichting waar er een Thai Box Gala georganiseerd is door Stichting Treudema Sport en Studie in Beeld. Wij zijn met Saraya Treudema, geen onbekende, ook vechter geweest. En nu is ze ook organisator van Thai Box Gala zelf. Saraya, welkom bij Kulturu TV. Je hebt een Thai Box Gala georganiseerd. Hoe heet deze gala en de hoeveelste is dit? Het is mijn 6e editie, maar het is de 1e editie op de mat. Waarom? Waarom die switch? Het is zo dat je internationaal, vooral de jeugd, veel op mat vechten. En wij willen onze vleugels openslaan. We zijn al 2 keer geweest, 2 jaren achter elkaar zijn we geweest, dus naar Curaçao. Maar het is de bedoeling dat we niet alleen Curaçao aandoen, maar ook andere eilanden en andere landen uiteraard. Dus vandaar dit initiatief. En ook omdat de jeugd heel weinig aandacht krijgt. Wat maakt dat heel veel jeugdigen afhaken uit de sport en gewoon kappen ermee of ergens gaan waar ze wel aan bod komen. Dus ik creëer dus het platform voor jeugdigen tussen de 8 jaar en de 17 jaar. En ik hou mijn leeftijdsgrens eigenlijk tot en met 15 jaar. Dus we zijn hard op weg. We doen ons ding. En 5 edities in de ring. Dus hopelijk komen er 5 edities op de mat. Even kijken, zodat we dan ook wel een eigen data hebben opgebouwd. Om de presentaties te houden in de zeg maar, buurlanden alvast. En wat mogen de mensen verwachten? Hoe waren de voorgaande edities vergeleken met deze? Want deze is helemaal anders op de mat. Wat verwacht jij zelf vergeleken met de voorgaande edities?
Ik denk dat het spannend wordt. De reden waarom, de jeugd van ons is niet gewend om op de mat te vechten. Bij kickboksen hebben ze altijd zoiets van, het moet in een ring. Weet je, maar als we kijken naar full contact karate, waar ook thai-boksers en kickboksers aan de orde komen, dan vechten ze op de mat. En vaak genoeg weten ze geen way out. Maar als je eenmaal die competitie hebt, dan ga je gewoon ervoor, want je moet winnen. Weet je, dus dat is die uitdaging. Want je hebt een bepaalde area op de mat en op het moment dat je erbuiten gaat, word je gestopt door de scheidsrechters. En in de ring kan je gewoon doorgaan in die hoeken. En hoeveel vechters gaan er vandaag zijn? Wat is het spannendste? Naar welk gevecht kijk je het meest uit onder die aantal vechters? Nou, ik kijk naar allemaal uit, omdat ze allemaal nieuwe talenten zijn. Maar wat zal ik zeggen? Er zijn een aantal uitblinkers ertussen. En we hebben ongeveer 20 vechters, waarvan 10 partijtjes. Dus 2x10, 20 vechters zullen op de mat staan. En hoe zit het met de categorie dames? Heb je genoeg dames op de been kunnen krijgen hiervoor? Ja, ik heb 4 damespartijtjes, waaronder 2 gasten uit Nederland. Die toevallig hier zijn op vakantie. En ik ze bereid heb gevonden om te knokken tegen onze Surinaamse dames. Omdat we ons moeten opmeten. Dus voor hun is het een supermooi moment. De hoofdpartij zal gaan tussen een van onze gasten uit La Taurina. Dat is Isaura Ommen tegen Sulema Neon. Het zijn 2 17-jarigen, dus dat wil zeggen, het is hun laatste jeugd. En hoe zit het met de sportscholen? Hoeveel sportscholen zijn er? Er zijn in totaal 7 sportscholen aangemeld. Natuurlijk, als we 10 partijtjes hebben, zullen er niet veel zijn uit bepaalde sportscholen. Maar dat geeft niet. Zolang je participeert, dan zien we dat je wel open staat voor de jeugd. En van vechter naar organisator van vechtsporten nu. Hoe is dat voor jou? Hoe ervaar je dat? Succes de editie. Nou, die ervaring is anders. Maar ik ben wel iemand die van uitdagingen houdt. Ook in de ring was dat zo. Ik zeg geen nee tegen wedstrijden. Dus ik zal ook geen nee zeggen tegen een organisatie. Maar ja, waarom die overslag? Het is zo dat ik uitgekeken was, vooral in Suriname. Je moet lang wachten voordat je kon vechten als vrouw. Nu zijn er wat meer meisjes in de sport, dus ik hoop meer meisjes aan de bak te krijgen. Dus ik denk dat ik nu doe wat ik niet heb kunnen doen. En voor dit jaar is dit de eerste die je hebt georganiseerd. Wat mogen we voor de rest van het jaar verwachten? Ja, het is inderdaad de eerste. Het is de bedoeling dat we naar 5 edities gaan en ik doe minimaal 3 per jaar. Dus laten we hopen dat ik mijn 3 haal. Dus eigenlijk heb ik nog 2 te doen voor het jaar. Wat zijn de uitdagingen die je ervaart en hoe kunnen mensen Stichting Turiddelman Sport en Studie in Beeld supporten? Nou, alvast hoe het om de jeugd gaat. Ons bedrijfsleven staat niet echt helemaal open. Ik heb vaker aangeklopt bij bedrijven en het is zo dat ze bekende mensen willen zien. Maar jammer genoeg, onze jeugd, als je nu pas aan de bak gaat, ben je niet bekend als je familie niet bekend is. En we moeten wel erbij stilstaan dat de meeste vechters uit volksbuurten komen. Dus zij zullen sowieso niet bekend zijn. Of al te bekend zijn als de kinderen van de mensen uit het bedrijfsleven. Dus dat is nog even een gap. Ze moeten gewoon zien waarmee je bezig bent. Vandaar ook onze uitdaging om buiten Suriname te gaan vechten. Om te laten zien dat deze kinderen ook op jonge leeftijd kampioenen kunnen zijn. De eerste partij van de dag ging tussen Damien Kwasiba van Team Budo tegen Quelling Anthony van Team Chevelli Lee. We kennen de welbekende Chevelli Lee, die vervolgde voor Glory. En nu is zij zelf eigenaar van een sportschool. Hier gaat de partij van start. We hebben Team Budo in het rood en Team Chevelli Lee in het blauw. Het was een hele goede partij tussen deze twee jongens. Trappen tegen het hoofd en slaan tegen het hoofd die zijn verboden tijdens deze jeugdwedstrijden. Dat is een hele goede partij. Het gewichtklasse is 49 om 50 kilo tussen deze twee vechters. Thank you.
Deze partij werd uiteindelijk gewonnen door Kwasi Bademian van Team Budo. De tweede partij ging tussen Kalian Jamil van Team Eiffel en Eden Roesman van Team Wisse. Daar heb je dan de bekende Donovan Wisse, die middelgewichtkampioen is van Glory. Team Wisse zit u in het blauw en Team Eiffel in het rood. De partij werd gewonnen door Team Eiffel, Kalan Jamil. Hun gewichtklasse is 30 om 31 kilo. De derde partij ging tussen Leyman Sowindo van Team Budo tegen Kromo Di Medio Keton van Arians Fitness and Fighting. Deze was ook een hele goede partij tussen deze twee jongens en de gewichtklasse. Dat is 39 om 40 kilo. Deze partij werd gewonnen door Kromo Di Medio Keton van Allianz Fitness and Fighting in de blauwe hoek. De volgende partij die ging tussen Falisha Sheombar van Team Eiffel tegen Naisha van der Leyden van Team Chevelli Lee. De gewichtsklasse is 36 om 37 kilo. Daar hebben we Naisha van der Leyden van Team Chevelli in het blauw en Falisha Sheombar van Team Eiffel in het rood. Het was een meisjespartij, een hele goede partij van de meisjes. Deze partij werd gewonnen door Naisha van der Leyden in het van de blauwe hoek van Team Chevelli Lee. De volgende partij ging tussen Rahul Ganga Persat van Team Eiffel tegen Timothy Quinn van Team Wisse. Het was een gevecht in de 60 tot 61 kilo. En dit was ook een hele stevige partij. Daar heb je Rahul Ganga Persat in het rood en Timothy Quinn van Team Wisse in het blauw. Beide jongens waren heel opgewassen tegen elkaar. Daar heb je een paar slagen en trappen tegen het lichaam. Deze partij is gewonnen door Rahul Ganga Persat van Team Eiffel. Hierna hadden we het gevecht tussen Wesmas Jaim van Arjan Fitness and Fighting tegen Justin Kassandi Kromo van Team Wisse. Dit was ook een gevecht in de 60 tot 61 kilo. Daar heb je Wesmas Jaim in het rood en Justin Kassandi Kromo van Team Wisse in het blauw. Ook een hele goede partij van deze twee jeugdige jongens die het tegen elkaar hebben opgenomen. Let's go.
Deze partij werd gewonnen door Wesma Jaim van Allianz Fitness and Fighting. We hebben ook nog een meisjespartij gehad tussen Tahilia Arabi Nekrui, dochter van de welbekende Anthony Nekrui van Body Tech Su, tegen Juanita Tukaya van Team Eiffel. Dit was een gevecht tussen in de 38 tot 39 kilo. Daar heb je Nekrui in het rood en Tukaya in het blauw. De partij is in de derde ronde gestopt vanwege een incident. Maar de organisatie is bezig om nog aan te geven wie deze partij heeft gewonnen. De volgende partij ging tussen een van de gasten die aanwezig was tijdens deze Thai Box Gala. Het ging tussen Team La Taurina, die op bezoek was, tegen Team Chafelili van Suriname. Deze was ook een hele goede partij en werd uiteindelijk gewonnen door Team Chavelli Lee. En een van de laatste gevecht bij deze Thai Box Gala ging tussen Team Bido tegen Team Eiffel. Deze partij werd uiteindelijk gewonnen door Team Budo. En toen was het tijd voor het hoofdgevecht van de dag. Die ging tussen Sulema Nion van Team Eiffel tegen Isaura Ommen van La Taurina die op bezoek was. Het was een hele goede wedstrijd tussen deze twee dames. Oh, yeah.
Dit gevecht werd uiteindelijk gewonnen door Isaura Ommen van La Taurina. Beide dames hebben hun laatste jeugdpartij gevochten. Het ging om de gewichtklasse 60 om 61 kilo. Suriname, Missa Fetigi Mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Jakey Sophia, Flora Commit New Wheel, Bronzi Albina, Dina Ina Stilmeer, Dape Shisana Beautiful. Dapeye Shisana wonderful. Nikeri Koroni, Komit Saramaka, Matareti Doti, Komit Patamaka. Dapeye Go Shisana beautiful. Dapeye Go Shisane. Warek Motoyfu, Okangi Mato, Teugba Playdu. Yawe Go Stuka, Fuka Mareikdu. Mawe Kumbaka Srana. De voorbereidbo. Oezrefe viering alibi e eifu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoekom baka srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig zijn. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. De wan atras, de wan koe is die baka. Hoe ben je papa? Uye si mama wanda wansi ya faya leti baka. Srana mushain, waspeti baka. Begi gadof knapa ufesi en baka. Ewi si fara, maya baswaki. Ta ora lobi in yu ati. Uye fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Gente gute mi dede mi wan prani tranang kanda no mi eli bilanga mi tangi tranang dat me me biges panu komita dis mi grigi. Who want chin san food de chief mi kanyang and they want sana Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwan jaja tranamang uno hor no tlu tambri binu srefi una de west tranamang. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, fatherland. Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je sap fatah. In me ati, srana. Fatherland.